Goedenavond, het NOS-journaal op 3 van woensdag 25 februari. De dag dat vlucht 1951 van Turkish Airlines wereldnieuws wordt als het toestel neerstort op een modderige akker bij Schiphol. 9 people have been killed after a Turkish Airlines plane crashed. 125 overlevenden, tientallen ernstig gewond. Nederland is opgeschrikt door een afschuwelijke vliegtuigramp. De meeste inzittenden van het ramptoestel zijn Turken. Die bruchlandung einer türkischen Passagiermaschine naar Amsterdam hätte nog veel schlimmer ausgehen können. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De crash was overal groot nieuws. Een logboek van een hectische dag met ontwikkelingen van uur tot uur. Om 11:01 stort het vliegtuig van Turkish Airlines neer in een weiland, vlak voor de polderbaan van Schiphol. De eerste ooggetuigen melden zich op de internetsite Twitter. Volgens twitteraar Nip ziet het er niet goed uit. Dat wordt snel daarna bevestigd met foto's en videobeeld. Ook de media zijn snel ter plekke. Korte tijd is het onduidelijk of het luchtverkeer wel kan doorgaan. Well, what's the situation then on the ground? Can we expect another approach? Flight 78 Alpha, well, we are at this moment looking at a very large emergency. It looks like we lost an aircraft, so continue on this heading, contact 1212. Tot ongeveer 12:30 blijft het onduidelijk of er doden zijn gevallen. En dan verschijnt dit beeld. In de aankomsthal van Schiphol heerst dan nog grote onzekerheid. Mijn schoonouders zitten in het vliegtuig en... Ja, en dat is het. En heel veel meer hebben wij niet, helaas nog niet gehoord. Zekerheid komt er om 2:30. Op dit moment zijn volgens onze gegevens er in ieder geval 9 dodelijke slachtoffers te betreuren. Een van de 125 overlevenden vertelt later zijn verhaal. De eerste 10 seconden was gewoon echt helemaal stil in het vliegtuig. Want dat was, ja, iedereen was gewoon doodsbang. Doodsbang was gewoon echt, de doodstilte was dat. Dan in 60 seconden het laatste nieuws over het vliegtuigongeluk. Alle slachtoffers, zowel bemanningsleden als passagiers, inmiddels uit de wrakstukken zijn geborgen. De 9 doden, onder wie 3 bemanningsleden, zijn dus geborgen. Maar het duurt nog even voordat de slachtoffers zijn geïdentificeerd. Er waren 86 gewonden, van 6 van hen is de toestand kritiek. Premier Balkenende heeft vanavond de nabestaanden en slachtoffers bezocht. Ook sprak hij met tientallen hulpverleners. Hij was vol lof over hun werk. Nou, ik ben enorm onder de indruk van wat zij hier doen. Het is zo professioneel. Het is natuurlijk een vreselijke ramp. En dan ineens ter plekke zijn. Bir kriz masası şu anda oluşturuldu. Kriz masasıyla sivil havacılık müşterek olarak çalışmalarını sürdürüyor. De Turkse premier zei verder dat Turkish Airlines een goede naam heeft en dat het verongelukte toestel uit 2002 in december nog uitgebreid was geïnspecteerd. Nee, dat weet niemand. Nee. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets duidelijk, zegt Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zijn team is vanmiddag al begonnen om de crash te onderzoeken. Ja, er zijn natuurlijk veel vragen over hoe de ramp heeft kunnen gebeuren. De meeste antwoorden zullen worden gehaald uit de gegevens van de Black Box. Ze zitten in de staart van elk commercieel vliegtuig. De cockpit voice recorder en de black box, die ondanks zijn naam knaloranje is. Bijzonder belangrijk omdat hij alle informatie bevat uit de technische systemen van het vliegtuig. Variërend van hydraulische systemen tot de motoren, tot de elektriciteit. En feitelijk alles wat met het vluchtverloop te maken heeft, liggen daarin opgeslagen. Ruud Vos, hoofdredacteur van het vakblad Piloot en Vliegtuig, heeft vandaag geboeid geluisterd naar radio en televisie. Het verbaast hem niet dat de zwarte dozen de crash hebben overleefd. Dat komt omdat de black boxes dusdanig stevig zijn, dat de tapes die erin zitten bestand zijn tegen een enorme kracht die vrijkomt bij een ongeluk, bij het neerstorten of bij het in brand vliegen van het toestel of wanneer het toestel op de zeebodem ligt. Ze zijn dus ook waterbestendig. De blackboxes zijn dus belangrijk, maar er wordt ook meer onderzocht. Uit de lichaamshouding van de piloten kan men toch nog wel bepaalde dingen afleiden. Zoals wat? Een verkramping, dat mensen in plaats van de stuurknuppel losjes in handen te houden, ze verkrampt vasthouden. En dan ziet men bijvoorbeeld witte knokkels, wat weer een indicatie is voor krachtsinspanning. Het onderzoek naar de ramp kan nog maanden duren. De blackboxes zullen worden onderzocht door gespecialiseerde deskundigen die de tapes gaan analyseren
En onder de deskundigen bevinden zich ook technici van Boeing die vandaag al onderweg zijn gegaan naar Nederland. Gaat dat zo snel? Dat gaat zo snel, want Boeing heeft er alle belang bij om de veiligheid van de hele 737-vloot te kunnen blijven garanderen. En tot zover het nieuws over de crash bij Schiphol vanochtend op een weiland vlak voor de polderbaan. En daar zag een boer uit de buurt alles gebeuren. Ze pakte zijn camera en hij maakte beelden van het vliegtuig dat niet veel later wereldnieuws werd. Dat was het voor het Journaal op 3. Terug naar de sport, naar het voetbal. Tom.